Doe voor je hoofd. Zit ons. Je denkt misschien, hé, dat is Nina Waring, de vriendin van Calvijn. Maar nee, dit is een dubbelganger. Holy shit, wat lijkt zij veel op Nina, hé. Ik zou het bijna zelf geloven. Vandaag heb ik de 4-jarige Skyler wijsgemaakt dat we Nina gaan stalken. Yay! Ze heeft Nina 1 keer eerder gezien, dus ze weet ongeveer hoe ze eruit ziet. Maar dat is niet exact. We hebben niks gedaan. We halen een vermomming, we rennen, sluipen, verstoppen. En ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat Skyler doorheeft dat dit Nina helemaal niet is. Dit wordt lachen. Ik kan vasthouden. Laat me vasthouden. Kijk je camera dan. Kijk eens, dit is Calvijn. Dit is de week. Dit zijn heel lelijke plantjes. Hallo. Dit is lekkere eten kaka. Dit is plak nog. Pak hem van je af. Los. Ik ben vandaag met Skyler. Als je denkt dat je vandaag 1 seconde rust krijgt, dan heb je het mis. Gaat gewoon niet gebeuren, kijk. Weet je wat ik ga doen? Wat ga je doen? Ik ga de beren gooien. Oh, lekker, dank je man. Kruidnoten. Ja, lekker hè. En nog een lekker pakje. Heerlijk. Weet je waar we heen kunnen? Nee. We kunnen naar de verkleedwinkel. Oh, dit is echt saai. Waar wil je dan heen? Gewoon hier blijven. Gewoon lekker chillen. Ik ga opvallen. Ik versta je niet met je bek vol. Hé, hey, wat zei jij? Ik versta je niet met je bek vol. Oh, dat mag je niet zeggen. Anders ga ik gewoon napraten. Oké, doe dan. Nee. Hey, heb jij wel eens iemand bespioneerd? Ga je al naar school? Ik vind het wel super leuk en mijn juf. Hoe heet je juf? Linda. Is juf Linda een beetje lekker? Ja, ze is super lief. Ja, is ze lekker? Ja, ze is lief. Ja, is ze lekker? Ja, ik zeg, als ze toch lief is. Nee, maar ik vraag, is ze lekker? Ja. Dan zou ik het wel op de kunnen, denk je? Wat? Gewoon het? Haar opeten. Ja? Nee. En zou ze mij opeten? Nee. Nee? Nee. Oh. Ik heb al haar zus. Ah! Ken jij ook liedjes uit je hoofd? Ja. Welk liedje? You girl in Africa, you say every. Is dit een kinderboerderij? Nee, dit is een normale boerderij. Kijk, wat hebben we hier? Huh? Wat ga je doen? En iets leuks. Je zit dit zo in een been en doet zo open en gaat het op de grond. Maar dan gaat het eitje stuk. Niet doen. Ik ga het gewoon doen. Nee. Jawel. En nu is hij stuk. Ja, dan ga ik met de andere kant. Nee, nu is het klaar. Ik pak er nog 2. Doe de magic. Dit kind, ongekend. Check. Je maakt er een grote teringzooi van. Skyler! Hoe gaan we dit oplossen? Gewoon snel wegrennen? Nee. We gaan even naar de feestwinkel. Ja, leuk hè? Dit is lachen, hé. Hey, weet je wat we gaan uitzoeken? Even een vermomming uitzoeken voor onszelf. Hey, belangrijk is, we moeten er zo onherkenbaar mogelijk uitzien, hè? Zo. En deze kiezen weer. Hij dit zo. Kijk eens, wat staat er mij. Vind je het leuk? Supermooi. Ja, leuk hè? Ik heb nog even een plaksnor nodig. Die moeten we even zoeken. Die moeten we even... Ja, laten we die meenemen. Die. Ja? Ja, dan herkent niemand mij meer. Wat doe jij dan op? Ik ga dit uitzien. Zo, wat mooi. Gekke staart, je bril ook op. Wow, yo. Kijk hoe je eruit ziet. Oh ja, leuk. Kopen die hele koude winkel leeg. Ja, lekker. Ja, lekker. Lekker. Ja. Au. Hoi. Hoi. We gaan lekker heel de winkel leeg kopen. Oh, wat fijn. Heel de winkel leeg. Dankjewel. Bye. Bye. Doei. Nu gaan we echt naar Nina. Nu gaan we Nina helemaal kapot stalken. Kijk, Nina is de laatste tijd veel van huis weg. Jij hebt haar ook niet gezien, hè, vandaag. Ze moet even goed opletten wat ze aan het doen is. Misschien is ze wel met andere boys. Ah, oh, dat doet pijn. Nee, ik ga het niet nemen. Wow! Wow, yo! Waar wil je hem hebben? De voorkant? Ja. Zo. Dat is mooi. Ja. Weet je nog hoe Nina eruit ziet? Ze heeft een beetje wit hoofd. Wat? Een beetje als jouw kleur, maar dan heb ze anders. Dan heb ze make-up erop. Ja, dat klopt. En ik weet dat ze vandaag een grijze jas draagt. En ze heeft ook vaak een zonnebril op. Ja. Maar we moeten extreem voorzichtig zijn. We hebben ook nog deze oren. Wil jij die even opzien? Doe ik even zo. Zo. Emoji. Emoji. Oké, Skyler, vanaf nu wordt het rete spannend. Nina is namelijk altijd in deze straat. Altijd? In deze straat. Weet je nog wat voor kleur jas ze aan heeft? Ja, grijs. Juist, grijze jas. Kijk, zie. Wacht. Zie haar daar. Ik zie haar. Ja, ik zie haar. Ik ga proberen te filmen.
Dat was Nina, toch? Ja. Ze had het niet gezien, hè? Rustig erachter. Waar is ze heen? Ja, ik zie haar. Moet hier, kom maar, moet hier. Kijk in deze kant. Kijk naar de winkel. Ze heeft ons niet gezien. Nou, we zijn maar even ergens op terras gaan zitten, want er moet ook even wat gedronken worden. Maar die lookalike van Nina is gevaarlijk. Die lijkt gevaarlijk veel op Nina. Ik zag haar van dichtbij, ik dacht, hè? Nou ja, donker haar en dezelfde bril op en dan ben je er wel. Maar dit is gewoon bijna een kopie, gek. Ik heb iets heel leuks. Ik ga het je laten zien. Dit is mijn portemonnee. Dit zit er ook in. Is dat nou weer? Weet je wat dit is? Het is heel duur. Oh. Nou, laat je het vallen. Weet je wat je hiermee kan? Nee. Je kan op de app dus zien waar dit ding is. Als je geluid afspeelt. Snap je? Dus je kan gewoon zien waar dit ding is op de app. Ik dacht, misschien kunnen we deze bij Nina in haar tas of in haar jas stoppen. Want dan kunnen we haar gewoon achtervolgen. Dan hoeven we helemaal niet meer zo goed te kijken. Dan weten we gewoon altijd waar ze is. Dan moeten we wel heel stiekem doen. Als ze ons dan door heeft, dan zijn we de lul. Wat? Jam, jam. Jam, jam. Ja, ga lekker op die kapsie nou. Ja. Hey, stel, Nina komt straks langslopen, moet je deze even voor je hoofd houden. Want wij, onze vermomming is nu even weg. Dus als Nina straks komt langslopen, dan moet je die voor je hoofd houden. Anders ziet ze dat wij het zijn. Dus we moeten wel een beetje goed op blijven letten. Anders heeft ze ons straks door, zie je. Doe voor je hoofd. Dan ziet ze ons. Ja. Ze is weg. Wat je hoofd. Lekker. Lekker, hè? Oké, Chappie, daar gaan we weer. Ja! Ja! De suiker heeft zijn werk gedaan. Lekker. Ja! Nu moeten we haar nog zoeken. Ja. En dan gaan we stiekem naar zacht doen. En gaan we kijken welke kant we moeten gaan lopen. Jij snapt het. Oké, okay. Zie je dat Nina er weer aankomt? Perfecte timing. Daar gaan we. Schrijf. Oké, heel goed. Waar gaat ze naartoe? Ze keek. Had ze je gezien? Ze keek je. Wacht, ze loopt de andere kant. Ja. Gaan we rustig achteraan, ja? Ja. Oké. Zijn we? Let's go. Oké, rustig. Skyler, we gaan hier zitten. Nat. Ja, dat maakt niet uit. We zijn op een missie, meneer. Ja. Ze is hier naar binnen gegaan, hè? Ja. Ik ga even kijken. Wacht. Nee, ik kan helemaal kijken. Wacht, ik geef je die ding. Dan kunnen we zien waar ze is, ja? Maar die moet je rustig in haar zak stoppen. Heel rustig. Doe maar in de jas. Ja, kom, we gaan weer. Ik heb geen idee. We blijven hier gewoon even zitten. En dan gaan we gewoon die kant op kijken. Hey. Ik zie haar. Zie haar? Wow. Dat is Nina. Maar hebben we het in de goede jas gestopt? Ja. Oké. Okay. Zij ziet me helemaal niet. Nee? Kom, we gaan. Kijk, daar is. Hier zijn wij bij het autootje. Dat is mijn autosleutel. En de portemonnee is daar, dus dat is waar zij zit. Het is gelukt. Wacht, we gaan even snoepje kopen. Wat is dat? Kauwgom. Ga jij kauwgom kopen? Ja. Hoe smaakt het? Nice. Ik pak er gewoon nog één erbij. Hey Sky. Het lijkt alsof ze hier is. Gewoon bij ons. Ja. Gaan we gewoon rustig die kant op? Ja. Nu kunnen we gewoon een beetje op afstand blijven, weet je wel? Ja. Hier, jij mag je telefoon. Komen we een beetje in de buurt? Ja. We moeten erachter komen wat ze aan het doen is, ja. Ze mogen het nog niet snappen. Ik wil eerst weten waar ze mee bezig is, want het toont een beetje raar gedrag, Skyler. We zijn er al bijna. Maar dan is ze hier ergens in de buurt. Hé, daar is ze. Ik heb een bakje aanrijden. En wil je een groot bakje aanrijden of een klein bakje? Ja. Wat gaat ze doen? Jullie ook bedankt. Doeg. Wat heeft ze gehaald? Ze heeft een bakje aardbeien gehaald. Aardbeien? Maar ze lust helemaal geen aardbeien. Ze heeft aardbeien echt gehaald. Maar ze lust helemaal geen aardbeien. Maar ze heeft echt gehaald. Misschien heeft ze het dan wel voor iemand anders gehaald. Ja. Skyler heeft deze random banaan van die vrouw gekregen. Kijk. Jij bent wel een beetje een heftige spion. Kijk daar. Wat koopt ze? Wat heeft ze nou gekocht? Een bakje bloemen en een bakje aardbeien. Ja, maar ze lust helemaal geen aardbeien. Echt. En ik hou helemaal niet van rozen. Maar ik hou wel van.
Dit moet je niet denken, maar misschien heeft ze wel die dingen voor een andere boy gekocht. Waar moeten we heen? We zijn bijna dichterbij. Oh ja, we zijn er bijna. Er komt de finale, jongens. De grand finale. Gaat al steeds een beetje dichterbij. Oh ja, ik zie het, ik zie het. Zie je dat ook? Ja. Ze heeft rozen en aardbeien. Wat is ze? Ze is met een andere man. Oi. Oi, joh. Hé, dat is niet de bedoeling. Nee. Is een sletje? Ja. Oké, maar wacht even. We moeten even een plan maken. Doe je ding zo. Je hebt gewoon rozen gehaald en aardbeien gehaald voor andere kerel. Ik heb een idee, maar daar heb ik jouw hulp bij nodig. Jij moet Nina straks vragen. Hé, Nina, wil je met mij een foto maken? Want dan heb ik bewijs. Als ik straks thuis kom, dan kan ik zeggen, ja, jij was daar met iemand anders. Snap je? Wacht, ik geef je mijn telefoon. Ja, dan moet je dat aan haar vragen. Maar dat moet jij doen, want mij herkent ze gewoon. Het is gewoon met een andere man. En het moet dus een goede foto zijn, hè? Hi, Nina. Tuurlijk. Dank je. Ja hoor, doe. Is het gelukt? Is het gelukt? Ja. Ja, dat is een goede foto. Maar ik zei haar naam, maar ze zegt gewoon hallo. Is het nou wel of niet, Nina? Jij hebt er van dichtbij gezien. Wel. Wel, Nina? Nina is gewoon een andere kerel. Ja. Zeker weten? Ja. 100%? Ja. Ik betwijfel het. Mevrouw? Hoi. Wil je even uw zonnebril afzetten? Wie is dit? Ik ben Nina. Weet je het zeker? Ja, ik denk het. Ik weet het dat je Nina bent. Zeker weten? Ja. Ben je Nina? Ik ben geen Nina. Jawel, je bent wel Nina. Nee, ik ben geen Nina. Oh, je neus groeit. Ja, dit is echt geen Nina. We hebben de hele tijd de verkeerde gehad. Ja, sorry, ik dacht dat je mijn vriendin was, maar Nee, sorry. Sorry, we hebben je de hele dag gestalkt. We zagen niet zo goed je haar. Oh, daar hadden we beter naar moeten kijken. Ja, oh, want nee. Zij hebben zwart haar. Wat zeggen we dan op zo'n moment? Niks. Ik ga weer verder met mijn banaantje.